Domino is een theatergroep met acteurs met een aanvulling, zeg ik eigenlijk de laatste tijd steeds vaker. En hoe lang acteren deze mensen al? De groep bestaat meer dan 20 jaar en sommige mensen zijn er ook zo lang bij. We zijn in korte tijd van 12 acteurs naar 20 acteurs gegaan. Dus er is veel jong bloed en dat is een hele goede chemie. Zitten er ook nog echt natuurtalenten bij? Ja, het zijn eigenlijk allemaal natuurtalenten. Dat klinkt misschien wat makkelijk, maar ja, dat is zo gewoon eigenlijk de werkelijkheid die ik zo ervaar. Iedereen gaandeweg ook in ontwikkeling bij Domino zie je mensen tevoorschijn komen. En ieder met zijn eigen bijzondere talent. Wij zijn met een voorstelling voor 4 mei bezig en die voorstelling heet Kraan. En die hebben we speciaal voor na de dodenherdenking willen we die gaan opvoeren. Omdat we scènes hebben bedacht voor een voorstelling om dat verleden wat terug te halen bij het toneel. En waarom is het zo belangrijk voor jullie? Omdat de mensen zien hoe wij van dat verhaal denken. Dus we willen alles laten zien wat er gebeurd is daar. En we willen ook laten zien hoe we dan denken over hoe wij wat vinden uit het verleden, hoe dat is gegaan. Want hoe reageerde de cast toen ze hoorden dat ze dit stuk mochten spelen? Dat gegeven van vrijheid en onvrijheid, dat is voor mijn spelers ook heel erg herkenbaar. Dat vonden ze mooi. En vinden jullie het ook leuk? Ja. Het was eigenlijk mijn idee samen met Jaap om die voorstelling te maken. Dus ja, ik kan niks anders zeggen, dus dat weet je het wel.